allemaal? Nou, superleuk dat jullie allemaal kijken naar het webinar voor de zomertrends van 2022. Nou, in de coronatijd heb ik de nodige webinars gegeven voor Kiss Haircare. En daarna was het eigenlijk een beetje weggeëpt. We waren druk met de salon, cursusprogramma, noem maar op. Maar ja, toen dacht ik neem gewoon weer een webinar voor jullie op. Want hoe fijn is het dat je lekker thuis geïnspireerd kan worden met de trends voor zomer 2022. Nou, ik ga het nodige aan jullie laten zien. Ik ga een kleurtechniek laten zien. Ik ga een kniptechniek ga ik eventjes doen. En ik heb ook nog wat permanent zelfs om aan jullie te laten zien, want daar was ook veel vraag naar. Maar ik neem jullie eerst mee naar de kleuringen. Want wat zijn nu echt de verschuivingen in de kleuringen? Nou, we zien nog steeds de balayage. De balayage is er al jaren. Nou, ik heb hier een foto erbij gedaan. Maar hetgene wat we zien met de balayages nu is meer de sun-touch balayage. De woord zegt het al, de kleur ligt er meer op. Dus we gaan niet heel diep in het haar, maar het is meer ook een bovenlaag die erop ligt, die echt een soort van het zon opgelichte gevoel geeft. Nou, dat is dus die sun-touch balayage. Ik laat jullie zo dadelijk de techniek zien. Maar daarin hebben we ook verschillende kleurnuances die we bij de klanten kunnen toepassen. Nou, ik laat jullie eerst de eerste zien. Vanilla blond. Nou, vanilla blond is, dat zien jullie hier ook aan het recept, want de recepten heb ik er voor jullie bij gedaan. Vanilla blond is een hele zachte goudtint. En niet bang zijn voor die goudtinten. Als je dus je blondering hebt uitgespoeld op een kleurhoogte 9 en hij is echt nog wel behoorlijk geel, vertrouw mij, doe er halve 09N en al half 09G van de soft shades erop. En dan krijg je dus een hele mooie zachte goudtint. Je hoeft niet bang te zijn dat die goud het geel juist extra versterkt wat eronder zit. Want hij zwakt hem juist heel mooi af. En dan krijg je dus dat hele zachte gouden wat we op het moment heel veel zien. Want heel eerlijk, 4-5 jaar geleden durven we niet aan goud te denken. Want toen moest alles heel koel, mat en grijs zijn. Voordeel van de soft shades, voor degenen die ermee werken, hij is ammoniavrij. Nou, wat is dan het voordeel? Hij ligt het natuurhaar, ligt hij niet op. Daar waar het geblondeerd is, daar doet hij mooi zijn werk. Dit is dus de eerste trend. Dan hebben we de volgende. Kijk, dan kan je al zien, dan krijg je dus al wel een ander kleurgevoel krijg je in het haar. Die kleurtrend, die noemen we mushroom blond. Mushroom blond is een iets wat koelere, wat mattere blond, maar niet het grijze. Nou, het recept wat ik daarvoor gebruikt heb is de 07T en de 07V. En misschien denken jullie dan wel, oeh, is dat niet heel donker? Maar het gaat erom wel dat je de ondergrond zo licht mogelijk maakt. En als je dan dus de spoeling eroverheen zet van de soft shades, dan wordt hij geen 7 hoogte. Hè? Dat weten jullie ook allemaal. Als je hem oplicht tot een 9, misschien wel 10 hoogte en je doet dan de soft shades overheen, op die kleurhoogte, dan kom je echt wel in een kleurhoogte, nou 9 op de hele lichte kleurtjes en 8 op de wat donkerdere stukjes van je balayage, komt die dan uit. En dan krijg je dus zo'n heel mooi ja, kleurenspel. De T, tabak, geeft een beetje dat warmte, maar juist daarentegen die V, het violette, die maakt hem dan weer wat koeler. En dan krijg je zo'n hele aparte nuance in het haar en dat noemen we dan mushroom blond. De derde die we hebben is Creamy Caramel. Echt een wat warmere bruin tint. Nou ja, een karameltint. En dat kan je ook zien. Hij gaat er heel mooi zacht doorheen. En het mooie is dus met die sun-touch balayage. Als je dus heel zacht je blondering op het liggende haar zet. En in je puntje doe je hem er net wat sterker in. Dan hoef je er maar één toner eroverheen te halen om dit eindresultaat te verkrijgen. Dus je hebt je sun-touch balayage heb je erop gezet. Zo dadelijk krijgen jullie techniek te zien. Dan heb ik dus de 06H en de 09K met elkaar gemengd. Want dan heb ik het hazelnoot erin en toch ook het koperen. En dan krijg je dus heel mooi deze speling. Moet ik dit haar nu echt oplichten tot een kleurhoogte 9? Je mag ook echt wel op een kleurhoogte 8, mag je hem er echt wel uitspoelen. En die puntjes die zijn vaak wat fijner. Dus als je daar net wat meer blondeer zit, dan worden die net eventjes wat lichter. En dan krijg je dus dit hele mooie zachte kleurenspel krijg je in het haar. Dan gaan we naar de laatste. En dat heet Chestnut Brown.
Dus echt wel een wat diepere, dat zie je ook. Net eventjes een wat donkerdere kleur. Dus mijn toner is dan ook donkerder. Je spoelt hem dan echt uit op een kleurhoogte 8. Nou, misschien nog wel een klein beetje 7, kleurhoogte 7, 8. En dan heb ik dus van de Soft Shades de 05T en de 06KG erop gedaan. Ook weer die T van de tabak, die je die tabakskleur erin geeft. En daarnaast die kopergoud, om dan net even dat vleugje erin aan te brengen. Dan zie je al, kijk, bij deze dame is er veel minder sandtouch balayage in gedaan dan de vorige. En het fijne voor ons, voor de kappers, is dat deze techniek er ontzettend snel in zit bij je klant. Want wanneer ik deze kleurtechniek krijg, wanneer de dame niet grijs is, laten we dat voorop stellen. Als we dit in natuurhaar doen en met deze techniek, nou dan ben ik met mijn sandtouch balayage, ben ik zo'n 20 minuutjes ben ik bezig. Want in een paar passés heb je hem erin gezet. Vervolgens laat je hem inwerken en dat doe je dan tot een kleurhoogte 8. Je spoelt hem uit en je haalt er je soft shades overheen en die moet ook 20 minuten inwerken. En ja, wat ik net ook al zei, voor degene die dan met de soft shades werken, hoe handig is het om in de flacon, aan de wasbak, hup, eroverheen, masseren en in laten werken. Nou, misschien hebben voor jullie het ook wel meegekregen. We hebben dus de afgelopen periode een nieuwe blondeerpoeder geïntroduceerd. En die nieuwe blondeerpoeder, die heet de Magic Mud. Voor degene die hem nog niet kennen, er zit een tuutje op, maar dat is niet het belangrijkste natuurlijk. Hij ligt 9 tinten plus op. Dus het is echt wel een wat sterkere blondeer. Misschien kennen jullie nog wel de Snow White. Dat is onze bleach die 8 tinten kan oplichten. Nou, de zakken lijken natuurlijk op elkaar. Deze heeft een dopje, deze niet. Dus daarvoor in de salon kan je er wel rekening mee houden. Deze die gaat dan ook zo in het bakje. Maar hij is nu eventjes op de markt. En ik hoor wel eens wat vragen voorbij komen van goh Natasja, wanneer kies ik nou voor de Snow White? Wanneer kies ik nou voor de Magic Mud? Kan je me dat aan me uitleggen? Of kan ik nu alleen maar de Magic Mud in mijn salon nemen en de Snow White achterwege laten? Nee, dat kan niet. Dus ik ga voor jullie het even op een rijtje zetten. Ik heb hier een schematje gemaakt met de Snow White en met de Magic Mud. Nou, we gaan ze er gewoon allemaal eventjes, één voor één gaan we er doorheen. En nou ja, ik hoop daarmee dat het voor jullie makkelijker is geworden wanneer je welke keuze maakt. Want ik heb dus deze blondeerpoeders beide bij mij in de salon. En ik zou geen van beide willen missen. Maar ja, bij de ene klant gebruik ik het wel en bij de andere gebruik ik het niet. Als we dan gaan kijken naar de Snow White en naar de Magic Mud Lightener. Dan staat hier highlights kleurhoogte 7 tot en met 9. Dus je klant die heeft een kleurhoogte 7 en die wil naar lichtere highlights toe. Heb ik daar dan echt een sterkere blondeer voor nodig? Zo moet je gaan nadenken. Nee, want met mijn Snow White kom ik prima tot een witte highlight. Want je zit natuurlijk op een kleurhoogte 7. Dus er zit niet zoveel warmtepigment onder. Nou, dan ga je naar highlights kleurhoogte 1 tot en met 6. Dan kan je dus voor beide kiezen. Kijk, je kan ervoor kiezen met je Snow White. Als een klant bijvoorbeeld, klant heeft zwart haar, komt bij mij in de salon en die wilt highlights en die zegt, Natas, ik wil creamy caramel. Dus je wilt op een kleurhoogte, 6, 7, wilt ze ongeveer ingekleurd worden. Dan zou ik ervoor kiezen om dat met de Snow White te doen. Want dan kom ik echt wel in dat koperen, kom ik uit als ze dat creamy caramel wilt. Maar stel je nu voor dat ze zegt, ja Natas, ik wil vanilla blond in mijn haar. Red ik het dan met de Snow White? Nee, dan heb ik juist weer mijn Magic Mud nodig om net eventjes wat lichter uit te komen in mijn eindresultaat. Een totale blondering. Gaan we weer kleurhoogte 7 tot en met 9. Kan je prima met de Snow White. Zou ik daarvoor de Magic Mud gebruiken? Nee, want dan is die echt wel net eventjes te heftig. Maar daarentegen, een totale blondering op een kleurhoogte 1 tot en met 6, kan ik weer voor beide kiezen. Nou, dan komt het weer. Heb ik een klant met een kleurhoogte 6 en die heeft wat fijner haarstructuur en die wil wit blond, kan ik het prima met mijn Snow White. Maar je hebt ook wel eens van die klanten op een kleurhoogte 6 en dat zijn jullie denk ik allemaal met mij eens. Dat is wat dikker, wat stugger haar, is moeilijker in te komen, zit, ja, ondanks dat de kleurhoogte 6 is, weet je gewoon
dat dat moeilijker op te lichten haar is, wat doe je dan? Je Magic Mud. Die is dan net wat sterker en die komt er beter doorheen. Een blondeerwassing. Dus stel je voor, een toner is niet zo goed bevallen of je wil net even die punten wat schoonmaken. Dan zeg ik op mijn beurt, pak de Snow White en niet de Magic Mud. Want dan is de Magic Mud weer net eventjes sterk, want we gaan wel voor kwaliteit van het haar. En nou lijkt net of ik constant zit te zeggen van, oh die Magic Mud, Magic Mud. Maar ik gebruik hem ontzettend veel. Het is een hele fijne blondeer, maar je moet gewoon eventjes goed nadenken van, wanneer pak je hem? Dan hebben we de No Yellow Pro Booster. Kennen jullie hem allemaal, de No Yellow Pro Booster? Het tubetje met dat hele sterke violet pigment om net dat laatste warmte nog in te drukken. Kan je dus toevoegen aan je blondeermassa, maar dat kan dus bij je Snow White en je Magic Mud kan dat toegevoegd worden. Dan zien jullie hier vegan. De Snow White is niet vegan en de Magic Mud wel. Nou, heel eerlijk naar jullie toe. Toen ze dus tegen mij zeiden, nou de Magic Mud is vegan. En toen dacht ik, vegan? Waarom is dan de Snow White niet vegan? Wat voor dierlijk product zit er dan in? En toen is dus mij verteld dat in de Snow White, daar zit een stofje in en dat wordt gewonnen uit de bacterie die ze dan, ik moet het wel even goed zeggen, die ze halen uit koemelk. Dus er zit een soort van bacterie in die gewonnen wordt uit koemelk en dan is het niet meer vegan. Die zit dus niet in je Magic Mud. Hyaluronzuur. Hebben jullie er al veel van gehoord? Op de dag van vandaag, alle huidcrempjes, alles bevat hyaluronzuur. Dit zorgt ervoor dat de vochtbalans goed blijft. Dus gewoon voor de dames met de rimpeltjes. Gebruik je hyaluronzuur, dan verdwijnen de rimpeltjes wat meer. Maar hij zit dus ook in de Magic Mud. En dat is puur voor tijdens het blondeerproces. Dat hij goed vochtig blijft, dat hij niet te snel indroogt. En dat hij het haar ook nog beschermt tijdens het blondeerproces. Dat die vochtbalans gewoon goed blijft in het haar. 12%. Snow White kan je met 12% kan je gebruiken. Ben ik er een voorstander van? Nee, maar het gebeurt nog wel eens, niet op de hoofdhuid, maar het gebeurt nog wel eens dat ze dus met 12% dat ze dus daar een freehand balayage mee zetten. Kan prima met de Snow White, maar alsjeblieft met de Magic Mud niet, want dan is de kwaliteit van je haar zou dan net eventjes te veel aangetast worden en dat willen we niet als kapper zijnde. Droge en vochtig haar, nou, kan beide. Kan je ze op droge en vochtig haar gebruiken. En ook voor degene die nog nooit met onze Magic Mud gewerkt hebben. Je kan hem ook in de folie zetten. Het is niet alleen voor het is niet alleen maar voor de balayages en alles. Je kan hem dus ook in de folie kan je hem zetten. Nou, dan Kerabond. Dat is onze plex om het haar nog extra te beschermen tijdens het blondeerproces. En dan kan je het allebei eraan toevoegen. Nog één dingetje. Wanneer je de Magic Mud en de Snow White gaat klaarmaken, hij is dus 1:2 en alsjeblieft met een weegschaaltje. Dit is echt een witte massa, maar je Magic Mud is echt een kleimassa. En het is belangrijk als je hem klaarmaakt dat de klontjes eruit zijn. Dus als je aan het roeren bent en je ziet nog een paar klontjes, roer even door dat je echt zo'n zachte kleiachtige massa in je bakje krijgt. En dan smeert hij ook het prettigste. Nou, dit zijn dus onze blonderingen. Gewoon even in een notendop voor jullie. Dat ik dan de vragen voor degene die ze hadden hiermee beantwoord heb. Maar ik denk dat ik nu genoeg gekletst heb. En dat ik eerst nou eventjes een techniek laat zien. Want de allereerste techniek die ik aan jullie ga laten zien is een hele snelle kniptechniek. Die heel makkelijk bij je klant toe te passen is. Zodra dat ze een balayage wilt. Want ik denk, iedereen van jullie zijn er mee eens wanneer het haar op één lengte is. En ik had dus een model met haar op één lengte. Dat wanneer er gelaagdheid in zit, dat je kleur ook mooier is. Dus nu eerst de kniptechniek. TikTok laat heel veel trends zien op haargebied. En op dit moment is layers is heel erg hot. Het is gewoon een kwestie van het haar in lagen knippen. Nou, het model bij mij is het haar helemaal op één lengte. Dat kunnen jullie ook hier zien. Dus ik wil voordat ik het ga kleuren, wil ik er eerst een mooie gelaagdheid in aanbrengen. En het is exact de gelaagdheid die we dus nu veel op TikTok zien. Je deelt een driehoek af, een ponypartij, zorg dat de kin omhoog is van je klant. En dan kies je samen met je klant de eerste lengte van je laag. Dit wordt ook de kortste laag.
Die snij je dan af op ongeveer 2-3 centimeter in het haar. Dan laat je je mes plat door het haar glijden. Ik werk best wel met wat grove passés, want voor mij is het alleen maar belangrijk, daar waar ik aan het snijden ben, dat ik dan ook goed het haar eraf kan halen. Nou, we weten allemaal, haar is aan de aanzet wat dikker en naar de punt toe is het gewoon wat dunner. Dus ik kan het makkelijk met grove passés in één keer afsnijden. Wat doe ik nu precies? Ik projecteer het middelste naar het kortste punt en ik laat hem dan rondaf heel langzaam wegglijden, dat ik wel een langere gelaagdheid naar de achterzijde krijg. Ik werk dus nu, dat zien jullie niet, maar ik werk met verticale passés en dat doe ik tot de ronding bij het achterhoofd. Nou, kam alles gewoon weer naar voren en volg gewoon de gidslijn die je er hebt in aangebracht. Dus de kin van de klant blijft goed omhoog, sluit hem mooi aan, kam het licht diagonaal voorwaarts en hou die ronding erin. Dit is echt zo'n snelle knip-snijtechniek. Als het haar goed gewassen is, geconditioneerd, je hebt een nieuw mesje in je handen, dan heb ik dit model echt in 10, 15 minuten heb ik dat erin geknipt. En dan kan je lekker direct met je kleurtechniek kan je beginnen. Nu ook weer, ik pak gewoon de eerste passé waar ik mee begonnen ben en ik sluit daar gewoon alles mooi op aan. Net wat ik zeg, let op dat je hem aan de voorkant wel mooi rond weg laat lopen. Dat je op die manier een toenemende laag aan het creëren bent. En het allerachterste gedeelte, dat zie je nu hier ook. Kijk, vanaf de kruin gaat nog naar voren, maar het achterste gedeelte, dan maak ik gewoon een verticale scheiding en projecteer het naar voren en sluit hem dan mooi aan op de voorzijde. Wat krijg ik dan? Toenemende lagen, wat we dus nu ook veel zien op TikTok. Je voorste laag is korter, maar doordat ik alles naar voren projecteer, wordt elke laag langer, omdat hij een langere afstand aflegt. Dan krijg ik heel mooi die gelaagdheid die ik dus wil zien in dat lange haar, wat super mooi past bij mijn balayage. Wanneer ik dan alle lagen erin heb geknipt, hoef ik alleen nog maar de onderste, buitenste lijn te knippen. Nou, ik hoef het haar niet meer af te delen, want alles is al in lagen. Ik kan het gewoon mooi in zijn natuurlijke valling. En dan vervolgens laat ik dus mijn klant staan, omdat ik anders niet goed kan zien welke lijn dat ik erin aan het creëren ben. Ik snij ook de onderkant. Dit doe ik ongeveer op 1 centimeter, dat ik wel een iets of wat vollere lijn aan de onderkant overhoud. En ik zorg mooi dat de ronding gewoon mooi aangepast wordt aan de onderzijde. Nou, jullie zagen dus dit knipmodelletje, alles naar voren projecteren, afsnijden op één punt, mooi rond weg laten lopen. Dan zit hij er echt, wanneer het goed gewassen is, dan zit je kniptechniek en met 10 minuten, kwartier zit hij erin. En dan kan je dus al met je kleurtechniek kan je gaan beginnen. Nou, vanuit hier ga ik dus die Suntouch balayage bij mijn model inzetten. Mijn model wilde graag een kleur die wat warmer bleef, dat de kleur wel aanwezig was. Dus we hebben dus bij haar gekozen voor de Suntouch balayage en dan als toner de Creamy Caramel. Maar dat komt zo dadelijk later. Voordat ik de balayage ga zetten, heb ik het haar eerst gedroogd, want deze techniek doe ik op droog haar. Hier is de afdeling, hoefijzer en een diagonale lijn achter het oor. Ik ga de Magic Mud gebruiken en daar staan we eventjes bij stil. De Magic Mud is dus onze blondering die net wat sterker is als de Snow White, die dus ook daadwerkelijk één tint lichter kan oplichten. Hij bevat ook hyaluronzuur, wat ik net ook al zei, en hij beschermt het haar ook wat meer. Nou zouden jullie kunnen denken van waarom gebruik je nou geen Snow White, want ik wil immers het haar iets van 4 of 5 tinten wil ik oplichten. Wanneer ik een freehand balayage op droog haar ga zetten, gebruik ik dan alle tijden de Magic Mud. Waarom? Het is toch iets of wat meer een kleimassa en dan drukt het haar niet door. Of de blondeer drukt niet door. Dus dan kan ik gewoon passés op en klaar leggen zonder dat er iets van folie of iets dergelijks tussen moet. Kan je de Magic Mud in de folie gebruiken? Jazeker, want sommigen denken ook dat dat niet kan. Maar zodra dat je gaat werken met een freehand balayage, gebruik dan de Magic Mud, want met deze techniek leg je namelijk het blondeer op het haar en druk je hem er niet in. Nou, wanneer ik hem klaar maak, maak ik hem nu klaar 1-op-1 met 6%. En dat doe ik dan zo dadelijk ook met Kerabond. Daar vertel ik zo wat meer over. Maar doe dit altijd op een weegschaaltje.
Hier heb je de Kerabond. Kijk, normaal is de mengverhouding 1 op 2, maar met Kerabond erbij is die 1 op 1. Waarom nu Kerabond? Wanneer ik daadwerkelijk het haar ga blonderen en ik stop daar Kerabond in, dan komt het haar sterker uit de strijd. En ik als kapper wil dat. Ik denk dat wij als kapper dat willen. Hij beschermt het haar nog extra tijdens het blondeerproces. Dus ik hou een betere kwaliteit haar hou ik over, waardoor mijn toner daarna ook mooier is en de houdbaarheid ook langer is. We willen namelijk wel het haar zo goed mogelijk beschermen voor de blondeerprocessen die op het haar gaan plaatsvinden. Dus wanneer ik Kerabond gebruik om het haar te beschermen, dan is de mengverhouding van mijn Magic Mud en ook van de Snow White 1 op 1. En dan staat er aan de achterkant van het flesje, dat laat ik zo zien, precies hoeveel Kerabond dat je erbij moet toevoegen. Dit is echt een plex die het haar beschermt tijdens het blondeerproces. Hier zie je het, als je het even niet meer weet. Je kijkt naar de blondeermassa die je in je bakje hebt en dan vervolgens kan je daar je Kerabond, je plex aan toevoegen. Wat belangrijk is bij de Magic Mud, en daar staan we nu ook eventjes bij stil, is dat je hem heel goed roert. Als je hem zomaar even snel roert, dan zie je net nog wat klontjes. Die wil ik weg hebben. Ik wil het echt tot een hele gladde kleimassa wil ik hem geroerd hebben. Ik neem diagonale passés op en dat doe ik expres, want als ik daarin mijn balayage zet en wanneer die dan naar beneden valt, hoef ik niet bang te zijn dat ik iets van strepen in het haar krijg. Nou, wat belangrijk is, is dat je echt de passé op spanning houdt. Dat zie je ook. Aan de onderzijde hou ik echt de spanning erop. Geen projectie, diagonaal opzij, maar niet omhoog liften. De beweging met je kwast is voor mij constant naar beneden. Ik ben constant beneden aan het poetsen. Want wanneer ik mijn kwast opwaarts laat gaan, dan duw ik haren, kortere haren die ertussen zitten, duw ik dan weg. En dan vind ik het wat minder duidelijk beeld krijgen hoe dat ik precies mijn blondeer kan plaatsen. Dan wordt het wat meer een rommeltje. Dus mijn kwast is constant naar beneden. Wanneer ik dus de passé ga kleuren, dan doe ik eerst de meeste hoeveelheid in het midden. En dan werk ik mijn weg omhoog. Nou, ik heb samen met mijn model besproken dat zij graag, ze wilt hem niet helemaal tot de aanzet wil ze hem hebben. En ook in de gezicht wil ze hem ietsje wat donkerder houden. Dat vond ze mooi. Ze vond het ook een beetje spannend omdat het de eerste keer was. Kijk, hier lift ik dus mijn passé op. En dan kan je dus goed zien dat de Magic Mud op het haar blijft liggen. En dan is het ook veilig dat je je andere passé er gewoon los oplegt. Dan spot het niet en niks. Nou, dan heb ik hier 1, 2, 3, 4, 5 passés en dan heb ik de gehele achterzijde heb ik erin zitten. Nou, wil je nu wat softer werken, dan pak je gewoon wat grovere passés op. Wil je hem wat sterker hebben, dan pak je wat fijnere passés op. Hoe meer blondeer, hoe heftiger het eindresultaat. Minder blondeer is ook weer wat softer. Wanneer ik naar de zijkant ga, blijf ik met mijn diagonale scheidingen blijf ik werken. Wanneer ik mijn weg omhoog ga met mijn blondering, zal er ook steeds minder product zichtbaar worden naar de aanzet toe. Want ik wil wel dat hij dat hele zachte verloopje erin houdt, dat hij aan de aanzet, of althans bovenaan, dat hij dan wat minder verheldert. En hoe verder dat ik onderaan kom, hoe sterker dat mijn verheldering is. Dus blijf diagonaal werken, projecteer het naar achteren en werk je op die weg werk je dan omhoog. Aan beide zijkanten doe ik hetzelfde. En ja, je hoeft natuurlijk niet met een freehand of met een standard touch balayage exact precies hetzelfde te werken. Maar kijk wel dat je ongeveer in dezelfde hoogte zit. Dat je wel hetzelfde gevoel erin creëert. Nou, wanneer ik dan naar de bovenkant ga, dan blijf ik dus met mijn diagonale passés blijf ik werken. Puur alleen maar constant om die zachtheid in het haar te krijgen. Nou, wanneer je dan het haar opzij projecteert, want als ik een diagonale scheiding naar rechts neem, dan projecteer ik hem ook naar rechts. En als ik hem links neem, dan projecteer ik mijn passé ook naar links. En het enige belangrijke punt is echt, nou ja, niet het enige, maar meerdere, dat je echt spanning op je passé houdt. In het midden beginnen met veel product, minder toe naar boven uitwerken en de rotatie van je kwast is constant naar beneden. Nou, wil je het puntje wat extra verheldering geven, dan kan je nog je hand als een soort van plankje gebruiken.
Na een inwerktijd van 30 minuten spoel ik hem uit en zal ik van KISS de 5-step treatment erop aanbrengen voordat ik mijn tonen doe. Maar hier heb ik nog een keer de afdeling. Wanneer je meer verheldering in het gezicht wil aanbrengen, zal je ook de contourranden aan de voorzijde moeten oplichten. Heb ik bij mijn model nu niet gedaan, maar daar kan je wel voor kiezen. Nou, als we dan het haar gaan tonen, kies ik dus nu voor Creamy Caramel, de 09K met de 06H. Dit kan makkelijk in een flakton, dit is onze soft shades. En op die manier kan ik het haar heel makkelijk tonen aan de wastafel. Nou, de mengverhouding is 1 deel kleur, 1 deel soft shades activator. Even schudden in de flakton en dan kan je de kleur makkelijk aanbrengen. Het mooie van onze soft shades, en dat laat ik hier nou ook zien, is dat hij het natuurhaar niet oplicht. Dus ik kan gewoon heel makkelijk het product aanbrengen en op de geblondeerde gedeeltes zal hij gewoon mooi zijn werk doen. Na een inwerktijd van 20 minuten heb ik de soft shades uitgespoeld en de kleur nog afgesloten met stap 2 van Kerabond om vervolgens het haar mooi in model te gaan brengen. En hier zie je de kleur al heel mooi naar voren komen. Het knipmodel, de mooie gelaagdheid, de Suntouch balayage. Ja, het is gewoon echt gewoon. Dit wil je zien als kapper. Model helemaal blij, mooie coupe en kleur erin. En helemaal van de trends van nu, de zomertrends van 2022. Mijn model was ook helemaal gelukkig, helemaal blij. En hier zien jullie nog wat wij met haar kunnen doen. Hier had ze alles nog op 1 lengte, 1 kleur. En daar is het mooi ingelaagdheid, Suntouch balayage. Met de creamy karamelkleur. Helemaal hip en happening. We willen natuurlijk dat de klant de kleur zo lang mogelijk mooi houdt. En vooral in de zomer. We weten allemaal wanneer we naar het strand gaan. Het zonnetje komt erop. We gaan zwemmen. Dat de kleur wat makkelijk bleekt. Denk daarbij aan onze kleurconditioners. De KISS kleurconditioners zijn makkelijk ook voor de klant thuis bij te houden onder de douche. Waardoor ze elke keer wanneer ze gaan douchen wat kleurpigmenten erin stoppen. En dan op die manier langer plezier hebben van hun kleur. Nou, we hebben het dus nu over de dames gehad, maar de heren mogen we natuurlijk ook niet vergeten. De trend die ik jullie nu laat zien, ja, dames en heren, die is er al even. Maar ik merk dat soms sommige kappers er nog, nou ja, niet zozeer aan moeten wennen, maar dat ze het soms nog eventjes in de salon moeten inbrengen. En ik had laatst een heel mooi verhaal en toen dacht ik, ja, dit wil ik jullie even met jullie delen. Dat was een mevrouw en die zei tijdens een training van mij, goh, Natas, hartstikke leuk hoor, maar ik heb niemand in mijn klantenkring die dit wil. Die echt daadwerkelijk deze krullen wilt. Nou, ik zei, als je er eentje zo ver kan krijgen, dan volgen er voor de rest meer. Ik heb het gezien bij mijn eigen zoon. Ik heb mijn eigen zoon nu al een aantal keer gepermanent. En daardoor hup, zijn er alleen maar meer gekomen. Want die jongens die dragen het nu allemaal naar voren met krullen. Die ene mevrouw die heeft haar groenteboer, een jongen van in de 20, gevraagd of hij gepermanent wilde worden. Nou, iedereen die denkt dan, permanent, wat gaat er gebeuren? Maar alleen, zij heeft dus, die ene meneer heeft zij gedaan. Die heeft zij gratis gedaan en vervolgens zijn er dus heel veel aan de hand van die ene persoon naar haar salon gekomen om te permanenten. Dus hoe leuk is dat? Nou, ik haal hem nog even terug. Want het leuke voor ons is met deze trend, die dus er al even is, maar nog steeds wel gaande is, maar waar wij kappers echt moeten adviseren naar onze klant toe om ze zover te krijgen. Het leuke is dat lengtes weer langer mogen. We hebben natuurlijk jaren en jaren dat barber gezien met dat geschoren. Is er natuurlijk nog steeds, want daar hebben we altijd nog een doelgroep voor. Maar de lengtes die mogen nou naar voren. We werken dan met een disconnectie, maar dat ga ik jullie ook zo laten zien. Als we dan gaan permanenten, dan gaan we hem steensgewijs voorwaarts gaan we hem inzetten. En vanaf het kleine stukje van de kruin gaan we hem achterwaarts inzetten. Ga niet halverwege het hoofd naar voren indraaien en vanaf daar naar achteren. Want dan krijg je echt wel een soort van ouderwets gevoel. En dat willen we niet hebben. Nou, ik heb voor jullie mijn model. Deze prachtige, prachtige meneer. Dat is eigenlijk wel hilarisch, hè? Want het is eigenlijk net een vrouwenhoofdje met een baard. Maar dat maakt niet uit. Alles kan tegenwoordig. Ik zal even kijken of ik een wit beeld erbij kan pakken, want dan zie ik net even wat beter wat ik aan het doen ben. Wat belangrijk is, zodra je dus zo'n jongen of jongeman bij je in de stoel krijgt en je gaat permanenten, dan moet je letten op een paar dingen. Nou, allereerst,
begin je met je afdeling. Het is de hoefijzer, maar als je dan bij de kruin komt, dat zie je hier ook, dan ga je lager. Want ik wil namelijk zo dadelijk de verbinding met het korte en de kruin. Ik wil daar geen disconnectie. Dit moet je op elkaar aansluiten. Dan vervolgens heb ik hier wel een disconnectie. Dus daaronder, dan knip je er helemaal kort of je scheert het kort. Ligt er aan wat ze willen. Willen ze echt opgeschoren hebben of willen ze wat meer gedekt hebben? Want ik heb tegenwoordig ook alweer een paar jongens die hebben nog steeds de permanent. Maar die willen het dan wat meer gedekt hebben. Die willen van dat opscheren dan een klein beetje af. Maar dat moet je allemaal met je eigen klant moet je dat bespreken. Wat ik dan bedoel, vanaf de kruin naar voren, dan zit ik echt hier op dit punt. Ik heb nog liever dat je iets te ver naar achteren gaat als iets te ver naar voren. En die draai je dan op deze manier. Dit is dus de eerste die naar voren gaat, hè? Ik heb hier de neus. Dan draai je op deze manier, draai je hem steensgewijs naar voren in. De allerlaatste aan de voorkant, die moet je dus op deze manier eindigen. En niet met twee, net zoals daarboven. Want anders krijg je zo'n gaatje hier met dat permanente. En dan worden de jongens niet blij van, want dan hebben ze net zo'n gordijntje. Dus zorg ervoor dat je laatste wikkel bij de ponypartij echt hier gezet wordt. Dan zal je misschien denken, nou Natas, jij kan ook niet zo goed permanente, want alle wikkeltjes zitten niet zo dicht tegen elkaar aan. En nou ja, hier en daar oversleep je ze. Dat doe ik bewust. Waarom? Ik wil geen oma permanent bij je maken. Ik wil echt een wat grovere, losse krul wil ik bij je maken. En zou ik echt elke wikkel heel kort in zijn eigen bedje leggen, dan krijg ik te veel krullen. En dat wil ik ook niet. Dus je mag echt een wat grover mag je werken. Nou, dan in totaal doe ik dit met 15 wikkels. Ik heb nu gekozen voor grijs-blauw. De meeste jongens die voor de eerste keer komen, probeer ik met grijs-blauw in te draaien. En degenen die het al 2-3 keer gedaan hebben, die durven dan wel wat sterker te gaan. En die willen dan graag naar wat rode toe. Oké, deze op de kruin gaat dus naar voren. Maar deze drie vanaf de kruin, die gaan naar achteren. En deze is ook heel grof ingedraaid. En dat doe ik bewust. Want wanneer de permanent zijn inwerktijd heeft gehad en ik moet dan het haar 5 minuten gaan spoelen, dan heb ik dat gedaan. En dan met het fixeren haal ik deze eruit. En die kam ik dan door, dat doe ik heel bewust, om later met het knippen de connectie te maken. En niet dat ik dan ook hier een disconnectie heb. Dan lijkt het net alsof ze zo'n toepetje aan de achterkant op hebben. En dat wil je niet. Dus hij moet heel mooi doorlopen. Nou, als je dus een klant gaat permanenten op deze manier en de wikkel past er maar net in, dan geef ik het advies om zo'n steunstaafje hier tussen te doen met je permanente. Of dat je heel strak wikkelt, dan ook steunstaafjes ertussen. Want het is namelijk zo, als je wikkels loszitten en je klant gaat achterover in de bak liggen om te spoelen, dan rollen ze er allemaal uit. Een steunstaafje zorgt er dan voor dat je rollen op zijn plek blijven, je permanent wikkels. En dan is het makkelijker voor jou met het spoelen en dan hoef je klant, althans in dit geval de jongen, niet op zijn knieën voorover in de wasbak, want ik kan je zeggen, dat vinden ze niet leuk. Ze moeten sowieso allemaal wel eventjes wennen, want ze krijgen krulspelden op de hoofd, ze krijgen permanent wikkels. Het stinkt, hoor je ook van allemaal. Maar als ze klaar zijn, dan zijn ze helemaal happy de peppy. Want, net wat ik zeg, dit is dus het straatbeeld. Dit zijn de jongens. Ga maar naar een middelbare school. Mijn zoon zit ook op een middelbare school. Ga er maar naartoe en kijk maar naar de jongens die eruit komen. Kijk, niet allemaal, maar ik denk toch echt wel een groot deel op dit moment loopt er zo bij. Dus dan moeten wij als kapper, of jullie als kapper, moet je daarop inhaken. Dus probeer, als je het nog niet hebt in je salon, probeer er eentje zo ver te krijgen en dan zal je merken dat er meer volgen. Maar dan nog een heel belangrijk puntje bij het permanente. Kijk, ik vind het fantastisch. Ik zit nu 31 jaar in het vak en ik ben begonnen in het tijdperk van permanente. Alle heren hadden een snor, krulletjes bovenop, wilden allemaal op die acteur Magnum lijken. De dames hadden allemaal een poederpermanent, kon niet stevig genoeg. En ik vind permanenten dus geweldig en heerlijk. Maar er zijn heel veel vloeistoffen op het moment. En de vloeistof die je kiest bij
de jonge heer of bij het model of bij je klant in de stoel is heel erg belangrijk. Want als ik dit met een permanent vloeistof zou doen, die ik ook bij die dame gebruik voor te watergolven en die echt heel stevig en permanent moet zijn als basis voor de onder, voor je onder je watergolf, dan wordt deze jonge knul, die wordt echt niet gelukkig. Want de krul die je wil maken bij deze jongen, die moet soepel zijn, die moet veerkrachtig zijn. En dan moeten ze zomaar lekker los met hun handen doorheen kunnen. Dus het moet niet een hele sterke, strakke krul zijn die tot echt aan de hoofd uit zit. Vandaar dat mijn passé zal wat ruimer zijn. Maar de vloeistofkeuze die ik maak is ook niet die in een liter fles. Nee, dat is deze. De EcoWave is de laatste permanent vloeistof ontwikkeld. Deze is van KISS. En het fijne is dat hij echt die soepele, grove krul maakt voor bij je klant. Nou, dan hebben we de EcoWave 0 en 1. 0 is voor echt wat moeilijker gesloten haar. En 1 is voor het normale haar of gekleurd haar. Nou, het gekleurde haar, nou ja, jongens hebben ook wel highlights. Maar hou er rekening mee dat je voor een vloeistof kiest die die soepele krul geeft, die lekker die bounce erin houdt. Nou, als we dan die jongens permanent hebben, dan zal je als kapper zijnde echt advies moeten geven hoe dat ze met die krullen om moeten gaan. Want zou je niks zeggen en ze gaan er met de borstel doorheen, nou ja, dan komen ze in een afro-krul uit. Nou, kan misschien ook hip en happening zijn, maar ik denk dat de jongens daar niet zo blij van worden. Elke klant bij mij geef ik de twisten mee. Dit is een krullencreme en die zorgt ervoor dat die bundel bij elkaar blijft en dat die bounce houdt. En dat, dan vertel ik ze ook, ga niet met een borstel door je haar wanneer het droog is. Want wanneer het droog is en je gaat borstelen, nou ja, poef, dat wil je niet. Dus, 's ochtends als je uit bed komt en je wil je haar niet wassen, spuit het een beetje nat. Zolang de twister eronder zit, komt hij weer tot werking. Draai wat met je vingers aan die krullen, dat ze mooi in zijn eigen bundel blijven. En meer hoef je er niet aan te doen. Dat is dus nog voor het heren. Nou ja, er waren best wel veel vragen van, goh Natasja, kan je daar een filmpje van maken? Nou ja, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Maar ik heb jullie nu in ieder geval wel laten zien hoe dat je moet wikkelen. Dus grof naar voren, onderste uitspoelen, bij het fixeren. En zorg ervoor met het knippen dat je dan aan de zijkant heb je gewoon die disconnectie. Maar aan de achterzijde loopt die gewoon helemaal door op de kruin. Eens eventjes kijken, want wat hebben we nou het volgende? We hebben natuurlijk nou het heren gehad, we hebben de kleurtechnieken gehad, we hebben het knippen gehad. Ik heb het over de blonderen heb ik het gehad. Maar dan ga ik nog naar één lijntje toe. Dat is de boblijn. Het boblijntje verdwijnt ook nooit uit het modebeeld. Maar de ene keer is die wat korter, de andere keer is die wat langer. Maar de boblijntjes die we nu zien is meer van kaaklijn of net daaronder. Maar in ieder geval wel met wat haar in het gezicht. Zoals je bij haar ook kan zien, de ponypartij is echt helemaal vanuit de kruin. En ik beloof jullie, binnenkort zal ik dus op YouTube een film plaatsen met deze kniptechniek. Want als ik jullie dat nu nog moet gaan laten zien, dan wordt het een hele lange avond. En dit moet gewoon voor jullie lekker zo'n relaxe avondje zijn. Vol inspiratie op de bank. Maar niet dat je denkt, nou Natas, wanneer ben je nou eens een keer klaar? Dus dit is de halve lengte boblijn. Dus let op, kom binnenkort op mijn YouTube kanaal. Dan nog één trendje waar ik mee wil eindigen. De claw clips. Nou, wie kent hem niet? Volgens mij is dat al in de jaren 80 of zo, hadden we al die klemmen voor in het haar. Maar het is nu echt een modeaccessoire is het geworden. Je ziet het ook met speldjes, alles in het haar. Heb je een speldje in het haar, doe er dan niet één. Nee, doe er 10 op een rijtje. Dat je er echt naar een statement van maakt. Nou, als we dan gaan kijken naar de claw clips, dan zie je ook, als je er één gebruikt, groot, hoeker, niet zo'n kappersklem die we gebruiken om het haar af te delen. Maar laat echt zien dat je die klem in je haar hebt. En met de zomer, als het warm is, hoe fijn is het dan voor de dames met dat lange haar, dat ze dat weg kunnen klippen. Hier nog een paar variaties ervan. Kijk, je kan er echt wel een statement kan je ervan maken. Je kan hem wat chique dragen, dat je hem wat meer in goud, dat hij wat meer is vormgegeven. Ook dat je een half gedeelte van het haar opsteekt. Maar ik zou zeggen, misschien kijk onderin je kast. Wie weet, ligt er nog wel zo'n clawclip. En anders is dit natuurlijk een heel mooi artikel voor bij je in je salon. Dat je dat nog als een soort van bijverkoop erbij zou kunnen zien. Nou, ik denk dat ik wel weer een avondje inspiratie voor jullie heb gegeven.
de zomertrends voor 2022. Ga er lekker mee aan de slag. Neem het mee voor in de salon. En nou ja, maak alle klanten nog mooier dan dat ze al zijn. En oh, ik dacht dat we nog één slideje hadden. Maakt niet uit. Maar dankjewel voor het kijken. En nou ja, hou de KISS Haircare pagina in de gaten. Want er komt echt nog wel meer. Fijne avond.